Dankjewel, Nathan. Goedemiddag allemaal. Een beter bruggetje dan de uitspraak van Annette net op het einde kunnen wij ons niet wensen. Met autonomie van de burger is belangrijk. Daar gaat het hierbij ook om, of eigen regie. Wij gaan het proberen onze presentatie kort te houden, want we realiseren ons volledig dat wij de laatste hobbel zijn voor jullie naar de borrel. Dus wij gaan het proberen kort te houden. Dank ook aan de organisatie van de Transalustrum omdat wij hier iets over dit project mogen vertellen. Wat naar ons idee ook heel belangrijk is, omdat juist die eigen regie ontzettend belangrijk is voor iedereen. Om zowel lekker in je vel te zitten, maar ook als we de koppeling maken naar verslaving, wat zometeen ook eventjes kort aan bod komt, om daar wat meer grip op te krijgen. Dus wat dat betreft een heel belangrijk thema. Eigenlijk zou hier vandaag professor Petri Embrechts staan. Zij is leidinggevende van de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. Helaas kan ze hier niet bij zijn vanwege een kakenoperatie die ze gehad heeft. Dat ging niet lukken vanmiddag om hier de presentatie te verzorgen. Dus vandaar dat Lucien Heerkes, de kennismanager van de academische werkplaats, en ik hier zijn. Ik ben als coördinator betrokken bij de werkplaats. En wij doen het gelukkig niet samen met z'n tweeën. We doen het samen ook met Ad van Ginneken, ervaringsdeskundige en werkzaam als co-onderzoeker bij onze academische werkplaats. En Ad komt zo meteen nog eventjes terug in een filmpje ook die wij zien. Ik blijf stilstaan, dan gebeurt dat hopelijk niet. Als we het hebben over eigen regie, waar hebben we het dan precies over? Er zijn natuurlijk heel veel definities te geven over eigen regie. Als je daarnaar kijkt en het wat probeert samen te vatten, dan denk ik dat je zou kunnen stellen dat het over eigen regie gaat, over de auteur zijn van je eigen leven. Wat een ontzettend centraal en belangrijk onderdeel is. En ook steeds meer aandacht heeft gekregen de laatste jaren. Denk bijvoorbeeld aan de participatiesamenleving. Wat ergens een heel mooi iets is. Tegelijkertijd kan het ook een hele lastige zijn. Want het is niet voor iedereen in elke situatie mogelijk of is het lastig om zelf een keuze te maken of om een beslissing te maken, om een hulpvraag te formuleren. En dat geldt voor in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar natuurlijk veel breder. Ook in de ouderenzorg, de verslavingszorg, de GGZ. En in dat geval ben je vaak aangewezen op mensen om je heen in je omgeving. Waarvan we het aan de ene zijde tegelijkertijd ook weten dat het soms dat netwerk waar je op kan terugvallen wat beperkt of beperkter is. Waardoor je in dat geval vaak aangewezen bent op professionele ondersteuning en daar die ondersteuning nodig hebt. Wat dan weer prettig is dat dat er is, maar dat roept wel wat dilemma's op, want hoe zit het dan met die keuzes? Nou, wat daarin heel belangrijk is en blijft, is dat stimuleren van de autonomie van iemand, wat Annette net ook heel mooi vertelde, op basis van de competenties, dus wat iemand zelf aan kan, vanuit die verbondenheid, dus in verbinding met die ander. En dit zijn drie psychologische basisbehoeften, wordt dat genoemd, binnen de zelfdeterminatietheorie. En daar gaan we, wees niet bang, daar ga ik niet heel uitgebreid op in. Maar we wilden ze wel heel even kort aanstippen, deze drie basisbehoeften, omdat ze heel belangrijk zijn voor heel veel positieve uitkomsten. Waarbij je kan denken aan wat ik net al vertelde, lekker in je vel zitten, welbevinden dus. Maar ook voor goede vormen van motivatie, dus waarom doe je wat je doet. Dat hangt samen met persoonlijke drijfveren of je eigen normen en waarden bijvoorbeeld. Dat zijn sterke vormen van motivatie. Daar zijn deze drie aspecten belangrijk voor. Maar ook voor gedragsverandering op de wat langere termijn. Als je het hebt over op het gebied van verslaving bijvoorbeeld, om te stoppen of minderen met alcoholgebruik of met middelengebruik, dan zijn dit drie elementen die daarvoor belangrijk zijn. Dat is ook meteen het bruggetje naar het filmpje wat ik graag aan jullie wil laten zien. Waarin Lucien en Ad in gesprek zijn over eigen regie en eraan gekoppeld verslaving. Normaal gesproken doen we dat altijd niet met een filmpje, maar gewoon met een interview. Maar vanwege de beperkte tijd hebben we er nu voor gekozen om dat in de vorm van een filmpje te doen. Dus die ga ik nu opstarten. Ad, kun jij misschien iets vertellen over jouzelf, wie je bent? Ik ben Ad van Ginneken, ik woon bij de Zuidwester. Ik ben ervaringsdeskundige bij Zuidwester en bij de academische werkplaats. Ik ben co-docent met Nout en Lucien. Wij doen onder andere, hebben we gedaan met ROC gastcolleges geven. Dat heel goed bevallen is, zowel aan mijn kant als van de school zelf.
Ja, dat is het zo een beetje. Ja. En kun jij vertellen waarover die gastcolleges gingen? Die colleges gingen over verslaving. Ik ben zelf bijna 5 jaar verslaafd geweest over whisky. En ik ben op de ene of andere dag gestopt met drinken. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat is gegaan? Ja, mijn lichaam zei van ik moet stoppen. En mijn hoofd zei van ik moet doordrinken, maar ik heb voor het eerst gekozen. Na 1,5 week begon ik die shaker, dat ik net op een paar keer zon had. Dus ik naar de huisarts, die heeft me helemaal doorgelicht en ik had niet zo in één keer mogen stoppen. Maar met hulp van een specialist. En ik had toen te horen gekregen, als ik door had blijven drinken, had ik maar 3 maanden waarschijnlijk er niet meer geweest. En wat was voor jou de aanleiding om te stoppen, om te willen stoppen met drinken? Ja, ik zeg al, dat was mijn lichaam. Mijn lichaam kon het niet meer uit. En wat merkte je daar dan van? Nou, ik weer niet lekker, koppijn, wat ik voor die tijd nooit had. En dat had ik nou wel. Ja. En dat heeft mij doen denken van, ik ben verkeerd bezig. Ik stop. En heeft iemand daar jou bij geholpen? Nee. Helemaal niemand? Helemaal niemand. En ik was op mijn verjaardag dat ik gestopt ben. En ik had 2 kennissen die gebracht eerder de fles whisky mee. Ik heb gevraagd, van, kan ik hem mee terugnemen? Of gooi je me in de gast in? Nou, die geloofde mij niet, dus ik heb ze in de gast in gegooid. En vanaf die tijd heb ik het nooit meer aangeraakt, toch? Is het erg gedragen. En als iemand nou tegen jou had gezegd van het is beter om te stoppen, wat had je dan gedaan? Dan had ik er misschien over nagedacht, maar als ze hadden gezegd je moet stoppen, dan had ik waarschijnlijk gewoon door blijven drinken. Want ja. Iets wat moet, is niet goed. Is niet goed. En kun je dat een beetje uitleggen? Nou, ik vind moeten is dwang. Dus dan wordt er iets opgelegd. En dan is het beter kunnen vragen van, zou je willen stoppen? Dat komt heel anders over dan moet. Ja. Want hoe belangrijk is het voor jou om eigen keuzes te maken? Heel belangrijk. En alleen op dit gebied of ook op andere gebieden? Nee, op alle gebieden. Ad? Op alle gebieden, zegt Ad. En nou, ik denk dat jullie daar jezelf allemaal wel in zullen herkennen. Dat het heel fijn is dat je je eigen keuzes kan maken. Wij hebben 2 stellingen als laatste nog even voor jullie voorbereid. En als ik daar nog heel even op mag aanvullen, dan zijn 2 stellingen die... Kun jij misschien iets vertellen over jouzelf, wie je bent? Er zijn 2 stellingen die zich richten op enerzijds eigen regie en gekoppeld aan verslaving. Het zijn 2 stellingen met daaraan gekoppeld een aantal praktijkproducten die we binnen de werkplaats hebben ontwikkeld, gericht dus op die eigen regie en verslaving. Ontwikkeld binnen promotieonderzoeken, gericht op nou ja, dus die twee thema's. En ook ontwikkeld binnen dat promotieonderzoek. En daar gaan de 2 stellingen over. Ja. De eerste stelling staat hier al voor ons. Het motiveren van een cliënt is een centrale taak voor professionals. En wij hebben geen mentimeter of iets, maar ik zou het heel fijn vinden als iemand die het daarmee eens is, zijn hand op zou willen steken. Wie is het daarmee eens? Ja. Misschien u in de oranje bloesje? Ja, ik denk dat de professional toch het contact moet zien te krijgen met degene die je voor zijn neus heeft. En dat als dat contact goed is, dan zal de motivatie, de beïnvloeding, het zal in ieder geval groter worden. Ik denk dat je niemand kunt beïnvloeden zonder contact. Dus als ik het even herhaal ook voor de mensen thuis, dan zegt hij dat dat contact tussen de professional en de zorgvraag en de cliënt is daarvoor essentieel. Is essentieel en dan heb je ook invloed. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik ben zelf familievertrokkenen, dus het trekt daar wel het netwerk van iemand bij. Want die hebben we natuurlijk weer hun eigen mogelijkheden. Ja, dus professional is belangrijk, maar ook het sociale netwerk daaromheen naast. Ja. Dankjewel. Heel veel mensen hadden geen hand opgestoken. Ik ga er niet vanuit dat iedereen dat allemaal mensen zijn die het er niet mee eens zijn. Maar is er misschien iemand die het daar niet mee eens is? En dat met ons zou willen delen? Hier vooraan?
voor keuzes zijn daarin te maken? En ik zou dat niet per se motiveren willen doen, maar gewoon met elkaar in gesprek gaan en kijken waar iemand heen wil. Dus dat waarom ik nee antwoord. Zodat je de keuze niet bij de professional legt, want dat moet echt vanuit de cliënt komen, zeg je dan. Ja. Okay. Ja, actueel. Hier wilde ook nog iemand reageren? Ja? Nou, wellicht gewoon is het hetzelfde als wat de twee andere opmerkingen behelzen. Straks aan de tafel zei iemand gewoon van, je moet het doel niet beklemtonen, gewoon, maar je moet de weg er naartoe of in beweging zetten, belangrijk maken gewoon en... Als je gewoon alleen het doel voor ogen stelt en dat mooi gaat maken en afschildert hoe prachtig het allemaal is, als je dat doel bereikt, dat is ook een vorm van motiveren. Maar dat is niet de vorm van motiveren die ik denk ik zou willen beklemtonen. Dus straks zei Dieke gewoon van bij die opmerking aan tafel, het is genoteerd. En dat moet je denk ik bij het verder uitwerken van deze stelling gewoon... gebruiken. Ja, dus we moeten de input van de discussie gebruiken, wordt hier gezegd, en dat het doel dus niet heilig is, dat het niet te veel beklemtoning moet krijgen, omdat er anders de weg niet meer cruciaal is daar naartoe, maar het doel wordt te belangrijk. Ja. En mijn doel hoeft niet het jouwe te zijn. Mijn doel is niet per se jouw doel. Ja. 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 Ik ben ook heel benieuwd of Ads het zelf met de stelling eens is. Er ligt een microfoon op tafel. Dus we kunnen het horen. Ja, ik ben er mee eens. Ja, en waarom? Nou, ik heb het zelf ervaren. Ook in verband met die verslaving. Ik had niemand die mij kon helpen. Nee. En er was ook niemand die mij kon helpen. Dat was toen de tijd nog niet. En nou zijn er hulp zat. En ik adviseer ook iedereen die ik ken, die verslaafd is, ga hulp zoeken. Probeer er samen uit te komen. Okay. En maak niet dezelfde fout als ik gedaan heb, van de ene op de andere dag stoppen, want hij is finest. Oké, dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Waarbij dan eigenlijk zegt, het is niet iemand die tegen jou moet zeggen, het moet, maar erover met jou in gesprek gaan. Ja, ik heb daarnet al gezegd, moeten is dwang. Iets waar moet, dat deugt niet. Nee. Vraag het dan gewoon op een normale manier van, zou je willen stoppen of kun je stoppen? Daar komt heel anders over dan van, ik moet. Het precies zelf bij een huisarts, dan komt er binnen. Hoe gaat het met u? Ja, maar goed. Nou, dan kan hem in een huisje. Hij moet doorvragen. Want de meeste mensen schamen dreigen ervoor om daarover te beginnen. Maar als er nou eens ergens door blijft vragen of een hulpverlener, dan komt er bij de draad uit wat je voorkomt. Bij het punt. Ja. En daar ligt ook een stukje motivatie, Ad. Ja. Ja. Daar kun je motivatie oproepen. Als ik eventjes, Ad, jou mag onderbreken, want we hadden maar een kwartier en we zaten vrij krap. Hè? We hebben nog één stelling en die vind ik ook wel leuk om die nog even naar voren te halen. Maar als je kijkt, Nout had het net over die drie psychologische basisbehoeften. Hè? Wat zeggen die daar dan over hier? Dan is het de omgeving en dus ook de professionals die een belangrijke rol speelt in het creëren van de omgeving, waarin iemand ervaart dat de drie basisbehoeften vervuld worden. Dat leidt tot een kwalitatief goede vorm van motivatie, wordt er aangegeven. Als je kijkt naar een product wat we daar vanuit een promotieonderzoek op ontwikkeld hebben, dan is dat de training Sterker dan de Kik. Sterker dan de Kik is ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. En dat is een evidence-based training. Gaan we even naar de tweede stelling. Het is de taak van een universiteit om nieuwe wetenschappelijke kennis te implementeren in de praktijk. En er zitten hier best wat wetenschappers, dus heel benieuwd. Wie is het daarmee eens? Ja, ja. Achterin, die meneer met het jasje. Ja. Ja, helemaal op eigen kracht doen, dat lijkt me veel gevraagd op het moment. Maar ik denk wel dat er veel meer aandacht voor implementatie naast het creëren van kennis mag zijn. En ik denk dat het ook heel erg motiverend zou helpen voor de professionals binnen de universiteit om die brug naar de praktijk te maken. En u vindt het ook een taak van de universiteit? Ja, het is impliciet wordt wel dat kennis een maatschappelijke waarde heeft en een maatschappelijk doel
bij de belastingbetalers leven. Ja. De waar is ook aangetoond nu met de COVID-crisis, denk ik, als je ziet hoe snel we een vaccin hebben om maar iets te noemen. Dat heeft te maken met het werk dat op universiteiten weinig gewaardeerd al die jaren gedaan heeft. Dus ik denk dat het nu wel de tijd is om dat ook meer te laten zien. Ja, er wordt hier dus gezegd inderdaad dat het niet per se een, voor de mensen het livestream, ja, dat het niet per se een, iets is wat universiteiten er nu bij kunnen hebben, maar de belastingbetaler, COVID wordt er ook aangehaald, dat het wel degelijk iets is wat een maatschappelijke impact kan hebben. En het, ik hoop dat ik het goed samenvat als ik zeg wie A zegt, moet ook B zeggen. Ja, kennis op zich is wat steriel, hè? Ja. Zuivere wetenschap, dat is een ideaal wat wel behulpig werd, maar wat eigenlijk wat ver van de realiteit staat. Ja. En ik denk dat je dat mag erkennen. Ja. Oké. Ja, en daar staat iemand nog op. Dan moeten we daar heel even naartoe. Ja, spreekt u maar. Ik echo het wel. Nou, dat is niet zo nodig hoor. Maar het, ik ben ooit in mijn leven betrokken geweest bij de evaluatie van het onderzoek van zon en wee. Heel veel geld wordt daar aan onderzoek. Daaruit bleek uit die evaluatie dat 80% van de rapporten die gemaakt werden op basis van het onderzoek op de plank bleven liggen en op geen enkele wijze de praktijk bereikten. Dan heeft de overheid gezegd, jullie moeten voortaan aan het onderzoek ook een implementatieplan toevoegen. Dat kunnen ze helemaal niet. Want als je de klungeligheid van die implementatieplannen van die wetenschappers zag, en je bent zelf altijd in de praktijk te werken, dan denk je, daar hebben ze het over. Dus er ligt wel degelijk een enorm probleem tussen het inbrengen van nieuwe kennis en het ervoor zorgen dat mensen er ook mee gaan werken. En dat doet Transo al 20 jaar voortreffelijk. Dus wat dat betreft, u bent aan het goede adres. Maar er is nog wel heel veel werk te doen om de innovatie ook in de praktijk te laten landen. Ja, deze spreker trekt de kwaliteiten van wetenschappers in twijfel als het gaat om implementatie van de kennis, niet over de kennis zelf. En zegt ook nog dat 80% van de onderzoeken niet verder geïmplementeerd wordt. Dus dat laat wel zien dat er in, een vraag ligt. Ja. En ik zou willen vragen ook om richting afronden te gaan. Ja, er zijn heel veel vingers, maar die negeer ik dan eventjes, sorry. Ja. Nee, het is een heel mooi bruggetje wat u maakt, want wat wij gedaan hebben, het implementeren is een gedeelde verantwoordelijkheid, vinden wij. Een mooi voorbeeld daarvan is het inzetten van de recente ontwikkelingen van wetenschappelijke kennis binnen het curriculum van het mbo en het hbo. Dat kunnen wij niet zelf, dat zegt u al. Dat kunnen wij ook niet zelf. En wat we gedaan hebben is de afgelopen jaren samengewerkt met 5 docenten vanuit het mbo en het hbo. En met hen hebben we eigenlijk gekeken, nou, dit is de wetenschappelijke kennis. Als jullie het curriculum heel goed kennen, waar past deze wetenschappelijke kennis? Want hbo's en mbo's zitten wel te wachten op die nieuwe kennis. Daar vinden wij dus dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. En daar zijn nu 3 modules uitgekomen. De vierde die komt eraan. En met name die van verslaving en zelfbepaling. Dat zit natuurlijk op dit thema, eigen regie. En ze zijn bij ons op te vragen via Transo. Dus graag delen we die sowieso ook met jullie. Dank je wel. Dank je wel, Lucienne. Dank je wel, Nout. En dank je wel, Ad.